Everybody get up. Hey bloggetjes, het is vandaag donderdag 7 augustus en het is 9:15. Sorry als jullie muziek horen, mijn zus is haar camera aan het poetsen en zij poetsen altijd met muziek, zoals jullie ondertussen wel weten. Zometeen wordt de muziek stopgezet, want ze is klaar met poetsen. Ik ben net wakker, ik ben aangekleed, ik moet alleen nog ontbijten. Maar ik denk, ik film nu al even, anders wordt het later en dan start de vlog ook later. Mijn planning voor vandaag, ik ga vandaag bij Caro slapen. Normaal gezien vlog ik ook bij haar thuis, want zij vindt het ook altijd leuk om te vloggen. Dus normaal gezien zullen jullie daar ook al heel veel zien. Het kan zijn dat de vlog wat ik nu aan het opnemen ben, die komt dus morgen online, dat dat later online wil komen. Of maar juist op tijd of niet, want ik moet dat kunnen bewerken en ik ben bij Caro. Dus ik weet niet of ik dat dan ga halen om die nog te kunnen bewerken. Maar ik ga mijn best doen. Dus dat is wel mijn planning voor vandaag. Ik ga nu ontbijten en dan zien jullie me zo meteen weer. Doei! Hey blauwtjes, het is 10:40. Ik heb net ontbeten en mijn tanden gepoetst. Ja, ik denk zolang ik thuis ben ik niet veel ga filmen omdat ik niet veel ga doen. Ik ga nu wel FaceTime met Annemie. Ja, de vlog staat al online als vandaag online moet komen. Dus die kunnen jullie al kijken als je wil. En ja, veel plezier nog met kijken van deze vlog. Hey bloggetjes, het is 10:50 en ik ben nog steeds in FaceTime met Annemie, maar ik ben even gestopt omdat ja, ik even wil vloggen. Ik heb mijn nagellakker afgehaald, die van de Bart Smit, en een nieuw lakje aangebracht. Deze blauwe kleur. Twee lagen. Ik vind die echt prachtig. En het is het lakje van de Ethos. Deze lichte blauwe kleur. En ik vind het echt een prachtige kleur. Ik moet alleen nog topcoat doen. Maar dat doe ik als deze goed gedroogd is, want die is nog niet helemaal droog. En ik ga normaal gezien ook mijn haar stylen. Ik en Annemie gaan zo voor de camera ons haar stylen. En ja, gewoon, we hebben daar zin in en we are crazy. Dus tot straks. Doei! Hey bloggetjes, het is 10:55. Ik heb mijn haar gestyled. Ja, niet heel te goed, maar ik vind het echt wel mooi. Samen met Annemie. En ik ga nu middag eten en mijn nagellak is helemaal droog. Ik vind die echt mooi op camera. Maar het echt ook natuurlijk. Ja, ik denk ik vlog nog even snel en tot straks. Doei! Hey bloggetjes, het is 2:40. Ik ben net klaar met eten. En om 2 uur moet ik bij Caro zijn. Ik denk er net aan. Ik moet mijn tas nog maken. Oh, want ik ga er slapen, dus ik ga nu even alles inpakken. Voilà, mijn tas is gemaakt. Hier zit alles in. Ik ga ook mijn loombands meenemen. En mijn loombord, die gaat hier helaas niet bij. Ja, ik ga die andere dos niet meenemen. Dus ja, ik ben klaar en ik ga zo meteen naar haar vertrekken. Hey bloggertjes. Hey. Het is 2:30 en ik ben bij Caro zoals jullie kunnen zien. Wat gaan we nu doen? Make-up stash opnemen. Ja, die gaat niet in de vlog gebruikt worden, omdat make-up stash dat duurt meestal lang. Die komt pas online als mijn vlogs gedaan zijn, dus ergens in september. En ja, we gaan die nu opnemen. Hey bloggertjes, het is 5:20 en we gaan een smoothie maken. We gaan 2 bananen gebruiken, een kiwi, een appel en appelsien. En hier is de mixer en we hebben er al ijsblokjes in gedaan. Dit zijn onze smoothies. Hey bloggertjes. Hey. Het is ondertussen 5:45. Sorry dat ik niet altijd niet meer gevlogd heb. We hebben net nog een favorite song van mijn friend opgenomen. Dat komt allemaal pas in september online. Mijn excuses. De smoothie was trouwens heel lekker. Ja. En daar komt... Ja, wat komt er? Zeg jij maar. Er komt straks een collega van mijn mama. Want die moest daar katje weg gaan doen. Die is 11-12 weken. En wij krijgen die. Dus ik zal die ook filmen, of zou ze dat niet willen, of zou dat niet mogen? Ja. Ja, ik zal ze wel even filmen dan kun je ze zien. En naam kunnen we misschien samen bedenken. Of ja, met z'n allen. We weten nog niet zeker of die al een naam heeft. Ah, oké. Dus... Ze zullen zien, maar we laten wel alles zien. Hey bloggertjes. Hey. Het is 6:55 en we hebben net gegeten. Ik denk ik vlog nog even. En ik ga nu laten zien wat we aan het doen zijn. We zijn op de iPad van Caro. Zij heeft de grote iPad. En we zijn beauty les aan het kijken. En zeg maar wat we ervan vinden. We vinden haar heel grappig, ja. Ja, ze praat dat ze met haar handen kijken. Wacht. Oh, dit is een shoplog van de Action. Ik heb deze voor mijn vader gekocht. En dit is een ruggenkrabber. Nu doet ze dat precies niet. Nee. Maar ja, je moet haar maar eens opzoeken. Dat is echt grappig. Wacht, anders zullen we een andere video opzetten. Oké. Okay. We hebben een video gevonden waar dat ze heel veel met haar handen uitbeeldt. Ja, kijk hè. Vandaag ga ik jullie laten zien hoe je zelf kijk. Thuis een manicure maakt. We vinden er echt zo. Ja, dan doen we dat altijd zo na met die handen en zo. Dat vinden we altijd heel grappig. Ja, dit zijn we nu aan het doen. Caro gaat nu het katje halen. Ja, ik blijf hier staan, want ik ben bang van katten.
Maar ik wil haar even filmen. Kijk, hoe cute! Hoe oud is ze nu? 12 weken. Oké, 12 weken en haar naam is? Mickey. Ja, Mickey zoals Mickey Mouse. En ja, Karel wil ook een foto van haar, dus dat gaan we nu even doen. Maar nu hebben jullie het katje kunnen zien. Hey bloggertjes. Hey. Het is 9 uur. Sorry voor het slechte beeld. Jullie zien ons misschien al. Maar dat is omdat het al redelijk donker is buiten. We gaan de vlog afsluiten. Sorry. Ik hoop dat jullie het toch een klein beetje leuk vonden. Het kan zijn dat hij morgen heel laat online gaat komen. Want ik moet die nog volledig bewerken en zo. En ik ben nu bij Karel, dus dan gaat dat niet. Dus ik hoop dat jullie daar begrip voor hebben. Maar ik hoop dat jullie het toch een beetje leuk vonden. En dan zie ik jullie morgen weer. Doei. Doei.